IJsselmeer was op bezoek in Beverwijk bij Dem. Wedstrijd die vorig jaar natuurlijk in zo'n domper eindigde. Maar dit jaar IJsselmeer was in een andere vorm. Duurde wel wat langer voordat IJsselmeer was hier op bezoek was, want de bus had wat problemen. Die werd uiteindelijk geparkeerd, niet op het veld gelukkig. En is dit Dem dat hij het initiatief neemt en het schot van Dietz, maar gered in de korte hoek door Jamie Schaap. Dus IJsselmeer was dat nog even zonder supporters, die waren dus nog onderweg vanwege de gerelde bus. Die missen hier dat Dem brutaal het initiatief neemt. Nu wel IJsselmeer was van de groep naar Helmer. Helmer met de opening naar links naar Bradley Martiez. Martiez met de voorzet. Weggekopt dan uiteindelijk. Nu IJsselmeer was Schuurman. De kopbal daar van Beers. Die is te makkelijk. Het was Beekman trouwens die daar de kopbal had. Nu de diepe bal. Opnieuw Dietz. Dietz alleen op keeper Jamie Schaap af. Dietz op Schaap. Het is uiteindelijk Schaap die hier de redding brengt voor de Vogels. En dat voorkomt dat Dem op 1-0 voorsprong komt. IJsselmeer was opnieuw. Voorzet daar. Afaker. Maar afgetroefd. En is het uiteindelijk de corner. Afaker met de hoekschop. Junior van der Velde gezocht, maar midden van de goal gevonden. En daar stond doelman Vlekken. Schuurman met de aanvoerdersband. Diep naar Afaker. Afaker, lage voorzet. Dikkie Dak. En dan, hey, dan valt die bal er zomaar in. Dat is Dikkie Dak die mikte op de rechterhoek. Maar valt Pardoes die bal via een verdediger in de linkerhoek achter Vlekken binnen. En is het opnieuw Dikkie Dak die hier IJsselmeervogels de voorsprong schiet. Knappe goal van Azedine Dikkie Dak die in een lekkere vorm zit op het moment. IJsselmeervogels opnieuw. Het is IJsselmeervogels dat hij druk zet via Helmer en Afaker. En Afaker ziet Vlekken voor de goal staan. Maar een afzwaaier steekt zijn handen in de lucht. Dan was die kans dan echt zo groot. We gaan het nog een keer zien. Goede drukzetactie daar. En dan hier Afaker. Ja, die had het goed gezien. Maar de benen doen niet wat het hoofd wil. Hij is inmiddels met een zorgvuldige opbouw. Maar dat schot is te weinig richting. Dan het schot van Martiez. Het valt op dat IJsselmeer was hier hoog druk zet. Nu hier met Beekman. Beekman naar. Dat is volgens mij Jim Beers. Maar dat rolletje mist kracht en precisie. We gaan de Vogels met 1 tegen 0 rusten. Martiez, mooie actie. Voorzet naar de tweede paal. Maar Vogels aanval net te kort. Heel opnieuw druk gezet. Thomas Beekman zit er hier goed tussen. Kunnen de Vogels weer overnemen. Uiteindelijk is dit Afaker. Die wil het met een chip doen. Nadat Dikkie Dak niet verder kwam. Maar het blijft een marge van 1. Dikkie Dak. Opgeruimd. Nee, niet opgeruimd. Afaker. Maar gepareerd door Vlekken. Knappe redding daar. Het is IJsselmeervogels dat in de tweede helft iets meer aan het dringen is. IJsselmeervogels opnieuw. Afaker. Opening naar de rechterkant. Dreigen. Komt daar uiteindelijk de voorzet net iets te ver voor Afaker. Die komt dan weg. En valt die bal per doos voor de voeten van Bradley Martiez. Maar Martiez die heeft een afzwaaier in petto. Onbedoeld waarschijnlijk. Opnieuw de Vogels met de opening naar de linkerkant. Naar Afaker. Afaker. Voorzet naar rechts. Is het een voorzet of is het een schot? Ik denk dat je eerlijk gezegd dat het een schot was. Of we probeerden die Beers te zoeken. Uiteindelijk zijn de sluizen open gegaan. Flinke regenbui in Beverwijk hier. Toen zei ze meer wel eens dat zo goed. Flinke overtreding krijgt hij. Maar het mag allemaal door. Beers met de steekbal naar Dikkie Dak. Wallet meegelopen. Dikkie Dak met 0 tegen 2. En dan lijkt het hier beslist. Dikkie Dak met zijn tweede. En hij ze meer wel eens dat hij hier op 0-2 komt. Randje buitenspel. Je ziet er ook de verdediging van Dem appelleren. Colin Wallet die daar mooi meeloopt. Maar Dikkie Dak denkt, ik doe het zelf wel. Schiet hier IJsselmeervogels in veilige haven. Dikkie Dak,
Blessuretijd inmiddels. Van der Velden met weggekopte bal. Ballet. Zet die aanval eigenlijk zelf op en wordt dan diep gestuurd. Doet mijn vlek op zijn post, maar die bal die gaat rakelings laatst. Dat was het bijna de treffer voor Colin Ballet. Is een tweede wedstrijd voor IJsselmeer wel eens één. Dan nu hier nog Jim Beers. Oeh, zwakke sliding daar. Mag Beers alleen op doel mijn vlek af. Beers met het schot, maar vlek als winnaar uit de strijd. Dat betekent dat IJsselmeer wel eens hier met 0 tegen 2 wint. Goede zaken doet, want Dovo heeft puntverlies. Speelde later deze middag gelijk met 1 tegen 1. En daardoor schrijft IJsselmeer niet op in de ranglijst, maar wel dichter bij Dovo. En komen volgende week de Ajax-amateurs bezoek. Bjorn, 0-2 bij Dem. Fantastische wedstrijd uiteindelijk, hè? Ja, ik denk uiteindelijk van begin tot eind best wel rommelen. Het begint eigenlijk gewoon met een wedstrijdvoorbereiding die helemaal top gaat met die bus die het niet doet. Ik denk dat we bij Vlagen best aardig gespeeld hebben, dat we best wel aardig starten. Daarna wordt het wat rommelig, gaan we een beetje misschien wat mee in hun spel. Ja, uiteindelijk 0-2 winnen is wel gewoon een uitstekend resultaat hier, want het is gewoon een lastige uitwedstrijd. Vorig jaar hebben ze het gezien natuurlijk, dus uiteindelijk mag je met 0-2 niet klagen. Jullie laten hier veel te lang in leven eigenlijk, hè? Ja, zeker. Ik denk dat we echt wel wat kansen hebben gehad om gewoon die wedstrijd al vroeg in het slot te gooien. Ja, die maak je dan niet. Ja, dan weet je hoe het gaat natuurlijk. Dan komen zij op een gegeven moment nog wat iets meer. Ik denk niet dat we heel erg in de problemen zijn gekomen uiteindelijk. Maar ja, als het 0-1 is en je gaat die laatste 10 minuten in, ja, dan wordt dat gewoon, kan het gewoon een hele lastige wedstrijd nog worden. Ja, gelukkig maken we hem dan die 0-2 en dan is het eigenlijk wel gespeeld. Maar voor hetzelfde geld valt hij nog een keer goed en dan schieten zij de 1-1 erin. Dus het is gewoon belangrijk om vroeg eigenlijk al die wedstrijd in het slot te gooien. Ja, jij staat natuurlijk achterin. Baal je dan van het feit dat ze hem ervoor niet inschieten? Ja, wel een beetje. Maar ja, aan de andere kant, waar liet hij in de eerste helft ook al wat steken vallen. Een paar keer dat zij 1-1 gaan met Jamie. Dus weet je, iedereen heeft daarin zijn verbeterpunten gehad deze wedstrijd. Dus wel zonde uiteindelijk dat we als team gewoon niet afmaken. Omdat het gewoon een stuk makkelijker is om, als je met een 0-2 voorsprong speelt, om het gewoon af te maken. Dan speel je een veel rustigere wedstrijd dan dat je nu uiteindelijk hebt gedaan. Dus dat is gewoon als team zijn er wat meer zonde. Ja, en de clean sheet is lekker altijd, hè? Ja, zeker. Zeker omdat we in het begin van het seizoen natuurlijk daar wel wat meer moeite mee hadden. Dus dat is wel lekker. En nu ook al de laatste wedstrijd een paar keer de nul gehouden. Dus als verdediging zijn is het natuurlijk helemaal top om de clean sheet te houden. Als het dienst zijn er weer twee. Ja, ik kan er weer twee bij schrijven, ja. Dus dat is alleen maar mooi. 2-0 overwinning, 0-2 overwinning. Dus 3 punten weer mee richting Zwakenburg. Het is wat dat betreft een wedstrijd die niet helemaal los kwam misschien, hè? Nee, klopt. Eigenlijk al in Spakenburg, de bussen werkten niet mee. Dus we hadden niet echt een optimale voorbereiding. Maar ja, daar mocht het sowieso niet aan liggen. Voor de rest, in de eerste helft in het begin speelden we wat moeilijk. Moeilijke ballen door de as, waardoor hun twee counters kregen 1-1. Wat Jamie heel goed pakte. En toen zetten we het soort van om. Eerst de zijkant te proberen in te spelen, zodat er ruimtes komen in de as. En op dat moment ging het wel prima. Veel kansen gehad. Toen schoot ik de 1-0 binnen. Die werd overigens nog aangeraakt. Toen gingen we de 1-0 de rust in. En liet je nou eigenlijk te lang in leven, hè? Ja, klopt. En in de tweede helft speelden ze heel veel de lange bal. De duels opzoeken. Maar ik vond niet echt dat ze tot grote kansen kwamen. Maar een 1-0 is toch wel tricky. En toen schoten we de 2-0 binnen. En toen was het wel gespeeld, ja. Raymond Bronckhorst, de wedstrijd begon al wat later dan gebruikelijk. Maar jullie zaten er vanaf het begin goed in, hè? Vond ik eigenlijk niet. Ik vond dat juist wat slap begonnen, wat te traag allemaal. Ik denk ook dat Dem 2 hele goede 1-1's krijgt met die nummer 21. En gelukkig miste die. Of Jamie pakt ze goed in, net wat je zegt. Voor mij pakt Jamie ze heel goed. Dan ben je wel gewaarschuwd. En alleen dan gaat het nog te traag. Vol de bak de wind tegen ook. Daarvoor konden we de bal niet echt achter de laatste lijn leggen.
Ja, en Dem die maakte het gewoon heel klein en speelde echt heel goed vanuit hun taak. En dan zie je hoe moeilijk dat is. Dat heb ik tegen HC en Excelsior ook gehad. Alleen ons veld lijkt wel iets groter, waardoor er wel iets meer ruimte was om te voetballen. En dat was nu heel lastig. En dus wat dat betreft een compliment naar Dem hoe goed zij dat deden. Alleen wij moeten het wel de bal sneller laten gaan, strakker elkaar inspelen. En ook echt de ballen op het juiste been inspelen. Dus dan zie je hoe nauw dat luistert. Hè? Op het moment dat je de bal net op het verkeerde been speelt, waardoor die weer een keer extra moet aannemen, is net het moment weg om vooruit te spelen. En dat zie je dat beter moet bij ons. Ja, het was wat cynisch bedoeld, want jullie het leek wel of jullie wilden wachten tot de supporters waren. Ja, dat denk ik ook. Ja. Daar leek het wel op. Ja, het was gewoon, we begonnen niet goed. Daar heeft die busreis niks mee te maken. Hoor. We moeten gewoon scherp beginnen, ook, ongeacht hoe de busreis is. En dan kom je uiteindelijk wat gelukkig 1-0 voor. Die bal die een beetje van richting veranderd werd en alsnog erin vloog. Daarna laat je ze eigenlijk te lang in leven, hè? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, als we in de 16 meter de juiste keuzes maken. Ik denk dat we het een aantal weken heel goed hebben gedaan, de keuzes maken in de 16. En vandaag was dat minder. Ik weet toch, voor mij moet er een balletje breed gelegd worden op Helmer, die vrij voor de goal staat. Afakker, die moet eigenlijk gewoon wat egoïst zijn en doorlopen de 16 meter in en dan van dichtbij binnen schieten. En dan wil je eigenlijk te vroeg willen schieten. En zo zijn er een aantal keuzes gemaakt die niet goed genoeg waren. En daardoor laten we ze lang in leven, ja. Het is eigenlijk ik, hè? Want elke week is het de Kidak time. Nee, op dit moment zit ik er heel lekker in. Dus ja, eigenlijk bijna alles wat ik aanraak vliegt erin. Dus nee, dat is alleen maar lekker persoonlijk. Maar als team is het ook wel lekker. Ik zit in een lekkere flow. Dus we proberen dit zo lang mogelijk vast te houden. Want het seizoen is nog lang. Ja, maar ben je altijd zo'n doelpunt te maken geweest? Nee, dit is eigenlijk wel het eerste seizoen waar ik echt zo vroeg in het seizoen al op een aantal goals zit. Dus dit is wel het eerste seizoen, ja. Want het is dat Jim die er nu voor instaat, Jim Beers, nog niet op schot is. Want de zijkanten, daar komt constant gevaar vandaan. Doelpunten, assists. Ja, nee, klopt. We hebben gewoon echt een hele sterke aanval, vind ik. Marwan op links of rechts, Jim heb je dan, je hebt mij, dus Beekman er nog achter, Jeremy heb je nog. Dus nee, voorin zitten we wel heel goed en dat proberen we nu zo lang mogelijk vast te houden. Ja, want hebben jullie eigenlijk nu zoiets van, laat de tegenstanders maar komen, de enige echte tegenstander zijn we zelf? Ja, hoe je dat zegt, klopt wel eigenlijk. Ja, eigenlijk... als we punten laag te liggen, dan ligt het zeker aan onszelf. Want ik vind met deze ploeg moet je gewoon kampioen worden. Punt uit. Voor jou is het natuurlijk je tweede periode bij IJsmeer wel, Ros. Ja. Eerste periode wat minder gespeeld natuurlijk. Maar nu sta je er echt en nu ben je een vaste waarde eigenlijk wel. Ja, tot nu toe wel. Dat gaat natuurlijk altijd per week met voetbal en ik realiseer me dat ook al te goed. Eerste periode was ik net 18 ook, dus ik was ook nog wel een stukje jonger. IJsselmeervogels die natuurlijk net iets in een andere tijdsperiode zat met tweede divisie top eigenlijk wel. Ja, nu zijn we in een iets andere periode. Ben ik ook weer 4 jaar verder, dus dat is ook weer... In die 4 jaar heb ik ook natuurlijk niet stilgezeten. Dus tot nu toe gaat het heel goed. En ik probeer gewoon mijn eigen ding te doen, van wat ik eigenlijk altijd doe. Dus tot nu toe gaat het eigenlijk best prima. Ja, want je bent niet alleen qua lengte, maar ook qua postuur en qua voetbalkwaliteiten gegroeid, hè? Ja, nee, zeker. Ik ben natuurlijk gewoon een stuk volwassener geworden. Ja, zoals ik zei, ik was echt 18 toen ik bij Vogels kwam. Dan ben je eigenlijk gewoon een jongetje. En ik had destijds al wel wat ervaring in de derde divisie. Maar dat zit er nu 3 seizoenen extra bij. Top derde divisie met Hercules natuurlijk. Dus daar groei je gewoon enorm in. En dat is die afgelopen 3 jaar wel te zien geweest, denk ik. Ja, en nu nog steeds tweede omdat Dovo een puntje pakte bij Sparta. Die eerste plek die komt wel, hè? Ja, we gaan het zien. Ja, bij ons, de doelstelling is natuurlijk duidelijk. Dus daar hoort maar 1 positie bij. We kunnen altijd wel naar andere velden gaan zitten kijken. Maar als wij gewoon ons ding doen, dan komen wij op een gegeven moment... als wij ons eigen ding doen, dan gaan wij er een keer staan. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we blijven winnen. Dat we de dingen blijven doen die we goed doen. En dan komt dat misschien wel. Als we dat goed doen, dan komen die resultaten ook vanzelf. Kneep je hem nog?
Nou, kijk, je weet altijd, Demi gaat sowieso de laatste 10 minuten gaan ze toch nog wat proberen. Van Bank gaan ze spelen. Nou, die 3 ging ook mee naar voren. Maar uiteindelijk zijn we denk ik niet echt in gevaar geweest. En die 2-0 was wel heel lekker natuurlijk. En ik moet ook zeggen, die jongens die er weer inkomen, die vallen gewoon goed in. Die doen gewoon wat hun taak is. Een Jordi die eigenlijk meer dan prima invalt vandaag. Deveron, maar Kai ook elke krasje als we hem brengen. Er zijn het wel jongens die op dat moment echt doen wat we van ze vragen. En dat is wel heel erg mooi om te zien. Ja, en die 2-0, dat was eigenlijk, kwam goed doorzetten van Jordi, hè? Ja, en dat is natuurlijk, dat hebben we ook tegen hem gezegd, hè? We hebben power nodig op middenveld. Zorg ook dat we op het moment dat we de bal veroveren, niet de eerste bal direct die spelen. Dus breng wat rust in het spel. Nou, dat deed hij ook hiervoor aan de zijlijn, deed het een keer goed, hè? Door 2 keer het balletje over die man heen te loppen. En vervolgens de rust te creëren om de juiste man aan te spelen. Ja, en dat is wel iets wat hij vandaag heel goed gedaan heeft. Ja, dat was ook een beetje de afspraak, hè? Want hij kwam gelijk rennen naar jullie toe moet je kijken. Ja, nou ja, in ieder geval blij dat... Dat de jongens er zo in staan. Hè? Als je een wissel inbrengt, dat ze dan ook vol gas gaan en ook laten zien wat ze kunnen. En dat is wel, zo hoort het en dat is wel mooi om te zien dat het ook gebeurt. Ja. Jullie hebben nu al 8 wedstrijden gewonnen. Jullie zitten er lekker in. Ja, het valt allemaal wat dat betreft valt het wel goed onze kant op. Hè? Dat zeg ik, als zij de 1-0 maken, dan wordt het een hele moeilijke wedstrijd voor ons. Nou, dat hebben we hier vorig jaar gezien. En gelukkig pakt Jamie die ballen. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja, en nu, Dovo heeft nog gelijk gespeeld met 1-1 bij Sparta, dus jullie staan nog steeds tweede. Maar jullie komen er steeds dichterbij, hè? Ja, maar dat zeg ik elke week, wij moeten gewoon naar onszelf kijken, onze eigen wedstrijden blijven winnen. En je ziet tegenstanders gaan zich enorm op ons, het spel van hun op ons afstemmen. Dus heel compact gaan ze spelen, ze willen ons totaal geen ruimte geven. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we zelf onze wedstrijden blijven winnen. En dat wordt volgende week tegen Ajax alweer lastig zat.